een foto van. Ja, dit beleef je toch. Als je al die mensen soms hoort van het is ook een hele beleving. Ja. Dus wat ik bij me heb, dat zullen we verrassen. We zullen het zien. Ik heb ook een Anton Pieck. Nou, misschien hangt er echt wel in het museum. Maar we zullen het beleven. Ja. Ik heb er zin aan. Het is mooi weer. Zeker. Dit is heel mooi verfijnd. Dit is eigenlijk volkomen kitsch. Ik vind het de droom van een bord. Oh, kijk. Oh. Ja, dit wordt heel spannend. Het schijnt van Max Verstappen te zijn geweest. Is dit kunst of is dit kitsch? Ja, ik word hier heel blij van. Oh, heerlijk. We hadden nooit zoveel gelachen vandaag. Nou, dan komen we bij de hamvraag. Ik taxeer deze op 100.000 euro. Verdoen? Nee. Het museum waar we vandaag te gast zijn heeft een beetje een koninklijk tintje. Het ligt namelijk aan de rand van het landgoed Oranjewoud. Het voormalig buitenhuis van de Friese Nassaus. Museum Belvedere bestaat dit jaar 20 jaar en werd door de initiatiefnemer, dankzij zijn afmetingen van 104 meter lang en 13 meter breed, een kijkdoos van kunst genoemd. Veel valt hier inderdaad te kijken. Museum Belvedere heeft zich gespecialiseerd in moderne en eigentijdse kunst uit Friesland en Noord-Nederland. Jan Mankus, Tamus Oud, Christian Kuitwaard. Dat zijn kunstenaars van wie hier altijd wel iets te zien is. Maar door wisselende tentoonstellingen is hier ook altijd veel nieuws te zien. Zoals nu bijvoorbeeld werk van de Italiaanse schilder Giorgio Morandi. En prachtige foto's die hier hangen in het kader van het Noorderlicht Internationaal Fotofestival. En binnenkort de eerste solo tentoonstelling in Nederland van de Litouwse schilder en componist Charlionis. Wie er ook elke aflevering wisselen, dat zijn onze bezoekers. Gelukkig zijn onze experts onze constante factor en kunnen we weer volop genieten van hun verhalen. Nou, welkom. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Hebben we er zin in? Zeker. Absoluut. Ja. Het is mooi weer. Zeker. En we hebben een erfstuk bij ons. Dus we lopen helemaal binnen. Wat heeft u mee? Twee vazen. En ja. Een glas. En een glas. Ja. Dat is spannend. Eerste keer. Eerste keer, ja. Kijk. Ja. Kijk waar het waard is. Veel plezier. Ja, dank je. Dank je. Twee jonge dames met een heel oud schilderij. En hebben jullie enig idee wat het is? Nou ja, we hebben net gegoogeld natuurlijk. Een Van Biezelingen dus. Een Van Biezelingen. Ja, wie kent hem niet? Nou, ik ook niet. Niks. Nee, mij ook niet. Ja. Maar hij ziet er heel oud uit. Christian Van Biezelingen is een schilder die bekend is. Stierf rond 1600. Hij heeft ook, zegt men, Willem van Oranje geschilderd op zijn sterfbed. Ja. En die ging dood in. Lang geleden, geen idee. Lang geleden, voor 1600, 1584. Het is wel een schilder die niet zo'n groot oeuvre heeft en moeilijk vast te stellen wat nou precies van hem is en wat niet van hem is. En dit is niet van hem. Oh, wat jammer. Maar hij is wel oud. Het is wel oud, dat is het goede nieuws. Ja, nou, ik vind hem even goed mooi. Ja, nog steeds, hoeveel is hij dan wel waard? Het paneel is uit de 17e eeuw. Dat is mooi. Nou is er nog iets anders dat ook uit de 17e eeuw is. En dat is de lijst. Als je de lijst los zou verkopen, dan denk ik toch dat je wel richting, nou, misschien wel 1000 euro gaat. Voor de lijst, ja. Wat hebben jullie voor het schilderij betaald? 2000 euro. 2000 euro, zomaar. Je had dat niet gezien, zomaar op het plaatje. Ja, ik heb een marktplaats gevonden en ik vond hem leuk. Het is geen miskoop, maar het is ook geen jackpot. Nou, dat is jammer. En je bent er blij mee, toch? Ik vind hem hartstikke leuk. Laat lekker hangen thuis. Hij blijft thuis hangen. Heel goed. Ja, dankjewel. Een groot formaat boek heeft u meegebracht. Reeds het openslaan was hem voor mij een grote verrassing. Want ik zie hier een inhoudsopgave van dit boek. En dat heeft betrekking op 16 kaarten van Nederland en België. 16 kaarten van Frederik de Wit. En Frederik de Wit was een kaartenmaker omstreeks 1680, 1690. Die kaarten lagen los bij boekwinkels. En je kon uitkiezen welke kaarten je in je boek wilde hebben. Dus hier was een meneer die
16 kaarten van de Nederlanden wilde hebben. En niet een grote atlas van 100 of 200 kaarten, zoals die door de uitgever was uitgegeven. Maar hij selecteerde zelf de kaarten. Het is goed bewaard gebleven. En meestal zijn dit soort kaarten een beetje verfrommeld, een beetje scheuren en deuken en blutsen. En als je dit zou moeten kopen nu, dan ben je ongeveer 5000 euro kwijt. Mooi. Het is heel recentelijk geschonken aan een drukkerijmuseum in Meppel. Dus, mijn felicitaties aan het museum. Naar het drukkerijmuseum. Ja, dat vind ik ook. Dank u wel. We hebben een beetje sluikreclame. Is dit een familielid van u? Nee. Nee? Nee. Nee, het is van een vriendin van mij. Mm. Ik ben taxichauffeur. U bent taxichauffeur? Ja, leuk. Ja. En ik heb haar gereden. En het eerste ritje wat ik met haar maakte, dat was dat ze een herseninfarct had gehad en niet kon praten en zo deed. Mm-hmm. En toen was ik haar man vergeten. Dus ik ben... was haar man vergeten? Ja. Was ik gewoon weggereden? Ik dacht dat ze zwaaide. Oh, zo van ga maar rijden. Ja, ga maar rijden. Zo van. En, nou, zo hebben we contact gekregen. En ja. Zijn we eigenlijk altijd aan elkaar blijven plakken, zeg maar. Mm. En zij overleed vorig jaar. En de erfgename van haar man, die vroeg al of wij wat wilden hebben. En dit schilderij vonden we heel erg mooi. Dus, ja. En nu hangt het ook. Ja. 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 Nou, heel bijzonder. Ja, we gaan eens even horen wat de achtergrond van het schilderij is. Heel benieuwd. Emily, want we zien, daar kunnen we niet omheen. Meteen rechtsonder een hele grote handtekening staan. Ja, ja. Wat zien we staan? We zien staan Thérèse van Del Schwartze. Thérèse Schwartze, Amsterdamse schilder. Ja. Dit is het gemaakt in 1908. Dus dan is zij zeker al ver op het hoogtepunt van haar carrière. Dus, waanzinnig beroemd dan in Nederland. Ja, wat was haar specialiteit? Portretten. Portretten. Ja, echt portretschilder. En ze verdiende daar haar brood mee al vanaf zeer jonge leeftijd. Ze was 22 toen haar vader overleed. En zij kostwinnaar werd voor het gezin. En wie heeft ze allemaal geschilderd? Is dat bekend? Nou, bijvoorbeeld allerlei leden van de koninklijke familie. Dus ze was bevriend met Wilhelmina. En zijn veel portretten uit die tijd van het gezin van het Koninklijk Huis gemaakt door Thérèse Schwartze. Ja. En hoe is dit gemaakt? Is het met olieverf? Of? Nou, we zeggen het ook steeds, we zeggen nu steeds schilderij. Ja. Maar officieel heet dit een tekening. Dit is een pasteltekening. En dat is een techniek waar Thérèse Schwartze in uitblonk. Ze is waanzinnig goed in het maken van dit soort portretten in krijt. Dus pastelkrijt. Pastelkrijt. Ja. Dit is met krijtjes gemaakt. Met krijtjes gemaakt, ja. Als je kijkt naar het rode truitje van het jongetje, dat is natuurlijk helemaal niet in één keer met één kleur krijt gemaakt. Dat zijn dus een heleboel krijtstreepjes naast elkaar. Ja. In verschillende tinten van dat rood tot grijs en bruin en paars uitlopend. Mm-hmm. Ja, ik vind het gezichtje ook knap. Wordt toch ook al die kleurverschillen in het gezicht? Nou, ook daar, als je kijkt naar hoe zij dan een huidskleur opbouwt bij dit jongetje. Hè, van groenig tot roze, tot spierwitte hooglichtjes rond de ogen. Ja, dat zijn een heleboel kleuren nuances bij elkaar waarmee je dan iets opbouwt. Maar dat zijn niet streepjes over elkaar heen, maar naast elkaar? Ja, of? Naast elkaar, tegen elkaar, deels over elkaar heen. Mm-hmm. En dan maak je dan van een afstand optisch, wordt dat dan één geheel. Mm. Ja. Dus en daar was ze meesteres in? Ja, daar was ze waanzinnig goed in. Hoeveel heeft ze er gemaakt? Is dat bekend? Ja, na haar dood wordt er opgetekend dat zij 1000 portretten heeft vervaardigd. Ja. Okay. Het grotendeels in opdracht, want daar verdien je dan je brood mee. Dus ja, opdrachten. Je ziet in de waarde dat de portretten minder gewild zijn. Mm-hmm. Nou, zo'n jongetje natuurlijk wel. En als dit nou een chagrijnige oude man was geweest, had ik hier misschien niet aan deze tafel gezeten. Is er veel vraag naar? Ja, daar is zeker vraag naar. Ja. En zeker als hij ook zo mooi bewaard is gebleven. Want elke keer als je het neerzet, kan je er eigenlijk in theorie kan je er dan wat af laten schudden. Okay. Dus je moet er heel voorzichtig mee omgaan. Maar dit is dus heel goed bewaard gebleven. Mooi. Wat hangt er aan de muur? Stelt dat dit toch, dat we er een marktwaarde aan zouden moeten geven. Want ik neem aan dat u het lekker laat hangen. En zeker. De intentie totaal niet is om het te verkopen. Dat ligt eraan, hè? Oh, wacht even. Ik hoor je iets. Dat ligt eraan. Ja. Dan zou ik er toch een waarde aan willen geven van 8000 euro. Oké. Okay. Mooi. Heel mooi. Ja. Maar laat dat is ook een heel mooi portret. Zeker. Ja.